Kan kunst de wereld redden? Ik geloof het helaas niet. Maar kunst verbeeldt op een unieke wijze wat mensen doen, denken en dromen. Kunst toont ons hoe de mens uiting geeft aan existentiële vragen, emoties toont, belangrijke gebeurtenissen herdenkt, maatschappelijke vraagstukken interpreteert, zijn identiteit vormgeeft en zich troost met schoonheid. Vandaag leven we in een complexe en steeds veranderende wereld en het is niet makkelijk om die complexiteit en dynamiek te begrijpen. Kunst reikt een venster aan om van op enige afstand naar onszelf en naar de wereld te kijken. Zo kunnen we heel verschillende vormen van creativiteit verkennen, ambachtelijkheid herwaarderen en de wisselwerking tussen opdrachtgever, kunstwerk en kunstenaar onderzoeken. Kunstwetenschappen is de discipline die leert hoe kunst kan worden bewaard, geanalyseerd, getoond en verzameld, en hoe kunst voor specialisten en voor een breed publiek kan worden ontsloten. Dit alles is de opdracht van de kunstwetenschapper. De bachelor in de kunstwetenschappen, gevolgd door de master, bereidt jou voor op die rol. De bachelor in de kunstwetenschappen bestaat, met de uitzondering van één keuzevak in het derde jaar, uit een gemeenschappelijk programma voor alle studenten. Het is opgebouwd uit drie grote clusters van vakken. In de cluster kunst krijg je een overzicht van de westerse kunstgeschiedenis en verwerf je niet alleen inzicht in de evolutie van de schilder- en de beeldhouwkunst, maar word je ook vertrouwd gemaakt met architectuur, miniatuurkunst, fotografie, mode, design en nieuwe media. Historische, literaire en filosofische vakken worden gebundeld in een tweede cluster die je het noodzakelijke referentiekader biedt om kunst in de juiste context te plaatsen en je kunstwetenschappelijke bagage te verruimen. In de derde cluster, academische en professionele vaardigheden, doe je zelf aan onderzoek. Je analyseert een kunstwetenschappelijke problematiek en verwoord je bevindingen op een kritisch-wetenschappelijke manier, zowel schriftelijk als mondeling. Zo zal je vanaf dag 1 in de opleiding uitgedaagd worden om na te denken over jouw profiel als kunstwetenschapper en krijg je de kans om gaandeweg te ontdekken wat het werkveld jou te bieden heeft, maar ook wat jij het werkveld te bieden hebt. Deze drie clusters komen in elk van de drie bachelorjaren van de opleiding opnieuw aan bod. Zo krijg je, zoals we al zeiden in de eerste bachelor, een overzicht van de belangrijkste westerse kunststromingen, bieden de literaire en historische overzichtsvakken een breder referentiekader aan en zet je de eerste stappen in het kunstwetenschappelijk onderzoek. De tweede bachelor biedt je vervolgens meer specifieke kunstwetenschappelijke vakken, zoals kunstkritiek, kunstgeschiedschrijving en kunstmarkt. Je verdiept je referentiekader nog meer en je zet een volgende stap in het kunstwetenschappelijk onderzoek. In de derde bachelor verruim je je kunstwetenschappelijke kennis en je referentiekader. Je gaat vakken krijgen zoals iconologie en esthetische theorievorming bijvoorbeeld. Je kiest ook een specifiek onderwerp voor je bachelorpaper, waardoor je de kans krijgt om je te specialiseren. Een onvergetelijke excursie naar Firenze of Parijs maakt de bacheloropleiding compleet. Een stage, als je daar belangstelling voor zou hebben, dat is pas mogelijk in de master, maar ook in je bachelor kan je al wat meer vertrouwd raken met de wereld buiten de universiteit, door in het derde jaar te kiezen voor een service learning ervaring. Met het oog op een specifieke doelgroep werk je een kunsthistorisch project uit dat maatschappelijke relevantie heeft, zoals bijvoorbeeld een architectuurwandeling voor nieuwkomers in Leuven of een activiteit rond kunst voor de bewoners van een woonzorgcentrum. Trek je graag nog wat verder de wereld in? Dan kan je in het derde jaar voor een semester of ook voor een heel jaar naar het buitenland met het Erasmus-uitwisselingsprogramma. Na de bachelor in de kunstwetenschappen volgt een masteropleiding van 1 jaar.
waarin je de kans krijgt je vakkenpakket samen te stellen in functie van een meer specifieke expertise. Die kan variëren van 16e-eeuwse grafiek tot netwerkanalyse via digital humanities. Het onderwerp van je masterproef zal ook bepalend zijn voor je keuze. Een stage van 3 of 6 maanden, zo je wil, maakt het mogelijk om je nieuw verworven kennis in praktijk te brengen. Je kan ook kiezen voor een aansluitende master in de culturele studies of een master in de Europese studies bijvoorbeeld. Wil je na je studies graag lesgeven of aan kunsteducatie doen in een museum of een tentoonstellingsatelier? Dan is de educatieve master in de cultuurwetenschappen warm aanbevolen. Een belangrijke vraag die nu op jullie lippen ligt, ik ben er zeker van, wat kan je nu eigenlijk doen met een diploma kunstwetenschappen? Omdat de opleiding een specifiek profiel combineert met een breed interdisciplinair programma, zijn er tal van loopbaanmogelijkheden. Onder onze afgestudeerden zijn er museummedewerkers, tentoonstellingsmakers, kunstcritici, galerijhouders, kunsthandelaars, journalisten, onderzoekers, leerkrachten en cultuurbeleidsmakers en medewerkers. Omwille van de brede vorming zijn jullie ook welkom in de dienstensector, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en overheidsinstellingen. Heb je belangstelling voor kunst in al haar vormen? Ben je nieuwsgierig en reislustig? Hou je van het Lam Gods of verkies je Vermeer? Ben je gefascineerd door Marlene Dumas? Vind je de drip paintings van Jackson Pollock geweldig of toch eerder de tekeningen van Louise Bourgeois? En wil je deze passie graag delen met anderen door erover te schrijven en te praten? Dan is deze opleiding iets voor jou.